Dit is de centrale hal. U bent aangekomen vanaf de parkeerplaats. Maar het is de bedoeling dat fietsers en wandelaars straks vanuit de wijken komen. En het gemotoriseerde verkeer dus via de rondweg en dan aan de parkeerplaatskant komt. Het zwembad ziet u aan de voor uw linkerkant. Dat betekent dat ze ook met de zonkant die daarop komt, heeft de hele dag ook de natuurlijke warmte. Er liggen 1650 zonnepanelen op. Dat betekent dat het hele complex is energie-neutraal. Nou, hier ziet u dus het wedstrijdbad van zijden 6 baans. Maar het bijzondere is de verstelbare bodem. Zult u zeggen, ja, die heeft de braken ook. Alleen als u goed kijkt, zitten er 12 fonteinpunten in. En er hangt boven een groot wit apparaat. Dat is een diaprojector, een beamer. En daarmee gaan we als eerste in Nederland interactief zwemmen. U kunt zich voorstellen 3D in de bioscoop met een bril op dat de vissen naar je toe kwamen. Dat kan deze diaprojector dus ook. Dus je kan een onderwaterwereld creëren met visjes. En dan ben je aan het zwemmen. En dan projecteert hij op de bodem, dus visjes. En dan ziet hij jou als camera, slimme camera. En dan zwemmen de visjes om je heen. En als je naartoe zwemt, zwemmen ze van je weg. Hier heb je het recreatiegedeelte met de welbekende zwijnenheuvel, zoals wij hem noemen. De wildzwijntjes. Je hebt daar de buizerds en de schaapjes. Drie glijbanen hebben we in die zin wel terug laten komen met een kikkerglijbaan. Een familieglijbaan. En dan willen we ook iets spectaculairs en dat is de bandenglijbaan. We hebben daar ook aan de nieuwste technieken bedacht. En dat is ook interactief gemaakt met verlichting erin zit en touchpoints. En dan kunt u hier op het scherm, en dat zou een wedstrijdje gaan worden, de records bijhouden, de snelheid waarop ze naar beneden zijn gegaan en welke touchpoints ze hebben aangeraakt. Dit is het doelgroepenbad. Aquajoggen, alles kan hier plaatsvinden. Peuterzwemmen, zwangerschapszwemmen. Hier ziet u de turnhal. Er liggen piepschuimen of rubberen, schuimrubber achterin. Zodat mensen met een trampoline een sprong kunnen maken of vanaf de balk of vanaf de brug. En daar hun val laten breken in de valkuil. Dat is een sporthal met maximale afmeting. 48 meter lengte, dus langer dan in de braken. Uiteraard ga je hier de badminton ontvangen, je zaalvoetbal, maar ook is die vrij te huren voor mensen uit de wijk, inwoners, gasten, om hier sport en spel te beleven. Wij pakken hem in de zomer op met een grote opening en we gaan nu gewoon eerst open vereniging laten kennismaken de komende weken. Dat zij al het gebouw leren kennen en dan 23 maart is iedereen hier van harte welkom om te zwemmen, te sporten, te recreëren.